begint met groot. En dan hopen we dat het helemaal schoon is, dat het echt zichtbaar gereinigd is. Ja, precies. Je begint met groot en dan steeds kleiner. Steeds kleiner, uiteindelijk... ja. Klopt. En doe je dat thuis ook? Nee, thuis heb ik een poets. Ja. Wandelen om geld in te zamelen voor een goed doel. De drukte waar de DART tijdens de Vierdaagse mee te maken heeft. En Thijs loopt dit jaar op hele bijzondere schoenen. Je kijkt naar een nieuwe aflevering van De Aanloop. Het programma waarbij we kijken hoe Nijmegen de aanloop heeft naar de Vierdaagse. Vandaag gaan we op pad met Luzanne Bouwmans. Ze is raadslid voor D66, ze heeft een fulltime baan en ze loopt dit jaar de Vierdaagse voor een heel bijzonder doel. Maar we gaan daarvoor wel naar een rustiger plekje dan dit. Luzanne, we zijn op Heumersoord. Ja. Een bijzondere plek, denk ik. Zeker. Want je gaat voor je tweede Vierdaagse. Ja. Waarom ben je ooit begonnen met, of laat ik het anders zeggen, waarom heb je ooit de keuze gemaakt om de Vierdaagse te gaan lopen? Ja, dat is wel grappig. Ik woon nu, aankomende zomer woon ik 12 jaar in Nijmegen. Ja. En vorig jaar toen stond ik op de kieslijst voor D66 in Nijmegen. Ja. Toen was het dus voor mij voor het eerst de kans om raadslid te worden in Nijmegen. En toen dacht ik, oké, als ik dan raadslid word, ja, dan wil ik ook voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst de Vierdaagse lopen. Dat wilde ik per se één keer doen. En hoe is het? Want je loopt er nu voor de tweede keer, dus blijkbaar is er iets goed gegaan. Ja, het is echt fantastisch. Okay. Ja, als ik had geweten dat het zo leuk was, dan had ik hem al veel eerder gelopen. Nou, weet ik van jou, je zit in de raad, je hebt een drukke baan, dat wandelen kost hartstikke veel tijd. Ja. Hoe is jouw aanloop naar die Vierdaagse? Ja, nou noem je wel wat. Het is waar. Wandelen is heel leuk, maar het kost ontzettend veel tijd. Ja, en je wordt er ook wel creatief door, merk ik. Ja? Ja, een groot gedeelte van mijn werk bestaat gewoon uit praten. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar ja, dat kan ook aan de telefoon. Ja. Nou ja, zo heb ik hele vergaderingen bijgewoond. Terwijl ik gewoon een dag 30 kilometer heb gelopen. Dat kan dus wel, maar je moet het even net slim plannen. En dan loop je gewoon hier in het bos met je oortjes in, ja, gewoon te vergaderen. Ja, inderdaad. Wat zijn dan ideeën die je zeg maar aan dit bos te danken hebt? Oeh, nou, dat is wel een goede vraag. Nou, wat me heel erg opvalt, is dat er toch wel een groot zwerfafvalprobleem is. Ja. En soms dan neem ik zelf ook een plastic zak mee en dan raap ik op wat ik zie. Om zo ook maar een steentje bij te dragen. Maar dat zijn van die dingen, ja, die merk je dan eigenlijk pas als je er zelf bent. Ja, ja, precies. En dan zeg je een steentje bijdragen. Dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar de reden dat jij voor de tweede keer bent gaan lopen, hè? Ja. Ja, ik heb dit jaar besloten om de Vierdaagse voor een goed doel te lopen. Heel veel mensen doen dat overigens. In mijn geval ga ik voor KWF kankerbestrijding lopen. En dan specifiek voor kankeronderzoek in het Radboud ziekenhuis. Ja, en daarvoor laat ik me sponsoren en ik probeer zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek in het Radboud ziekenhuis. In het Radboud ziekenhuis. En jij hebt daar een hele persoonlijke reden voor. Ja, klopt. Ja, volgens mij komt iedereen, bijna iedereen, in zijn of haar leven wel eens met kanker in aanraking. Ofwel zelf, ofwel door een vriend of familielid. En in mijn geval was dat ook zo. Mijn jongste broertje, die is, daarvan weten we dat hij sinds september ernstig ziek is en dus kanker heeft. Mm-hmm. En dat is eigenlijk voor mij als persoon de reden om nu geld op te halen voor kankeronderzoek. Ja, en je kunt ook daadwerkelijk iets doen. Ja, toch is het een beetje voor mij een manier om er ook een weg in te vinden. Ja, ja. En hoeveel geld hoop je dan opgehaald te hebben? Ik heb mijn einddoel op €5.000 staan. Ja. Dat is een beetje brutaal, vond ik zelf. Want het is toch wel een hele hoop geld. Maar ik dacht, wie niet waagt, wie niet wint. En tot nu toe gaat het goed. En ik heb nog anderhalve maand voordat ik van start moet. Dus, Ja, en hoef jij maar alleen maar even uit te lopen? Dat hoef ik alleen nog maar even te doen. Ja. Gaat dat lukken of niet? Tuurlijk gaat het lukken, ja. Luzanne, we lopen nu richting de supermarkt. Wat gaan we daar precies doen? Nou, we gaan bij de statiegeldflessen zelf. Ja. Gaan wij een briefje ophangen, ga ik dat doen, van KWF kankerbestrijding. Omdat ik vraag aan de buurtbewoners hier of ze hun geld wat ze terugkrijgen voor het statiegeld, of ze dat willen doneren aan de kankerbestrijding. Gaat het naar jou toe? Nou ja, naar mij. Uiteindelijk dus naar de kankerbestrijding. Oké.
Oké, dat gaan we nu doen. Ja. Oké. Hangt die? Ja. Laat maar beginnen. Kijk dan. Hoppatee. De eerste 50 cent is binnen. Hey Luzanne, als mensen nou zelf willen sponsoren, hoe moeten ze dat dan doen? Nou, dan kunnen ze naar de Jumbo hier op de Sint-Jacobslaan. Of ze kunnen daar acties.kwf.nl/fundraisers/Luzanne Bouwmans. Maar dat is een hele mond vol misschien. Ja, een beetje. Kom. Wat jij niet weet is dat we dat er inmiddels al lang onder hebben geplakt. Oh, okay. Dus dat komt wel goed. Oh, we zijn vandaag bij de DAR en heel veel mensen zullen dat kennen omdat daar het huisvuil mee wordt opgehaald. Maar ze doen nog veel meer en ook tijdens de Vierdaagse zijn het super drukke dagen. Yes! Esther, je bent afdelingshoofd. Ja, ik moet het toch wel even een keer zelf vertellen. Hoe is het? Afdelingshoofd Integraal Beheer Openbare Ruimte. Van de DAR. Van DAR, ja. Wat doe je als afdelingshoofd? Als afdelingshoofd stuur ik een aantal teamleiders aan die verantwoordelijk zijn voor stadsdelen in Nijmegen. Die de openbare ruimte schoon, veilig, heel houden. Denk aan groenwerkzaamheden, denk aan reinigingswerkzaamheden, plaagdierbestrijding, gladhuidbestrijding. Ja, we doen ook evenementen. We hebben echt een heel groot takenpakket waar wij dagelijks mee bezig zijn. Oké, nou noem je al evenementen. De Vierdaagse is natuurlijk een van de grootste, misschien wel het grootste evenement waar jullie mee te maken hebben. Ja. Wat doen jullie voor zo'n Vierdaagse? Ja, heel veel. Zo niet bijna alles op inzamelgebieden van het afval, maar ook het schoonmaken. Dus naast onze dagelijkse werkzaamheden, die we ook in die week doen, doen we daarbij het schoonhouden van de stad. En dat betekent dat we bijvoorbeeld 's ochtends om een uurtje of 5 of 6 uur de stad ingaan. In treintjes zorgen dat de binnenstad helemaal schoon is. En dan om een uurtje of 10 moeten we klaar zijn. Ja. En dan gaan we terug naar daar, eten we even wat. En dan gaan we weer verder in de wijken en de wijken eromheen. En dan zei je net treintjes. Ja. Dan krijg je een bepaald beeld in mijn hoofd, maar je moet hem even uitleggen. Ja, ik ga hem uitleggen. Met de Vierdaagse werken we heel veel samen met de afdeling inzameling. Zij gaan beginnen met het inzamelen van het afval. Denk aan Plastic Plus, denk aan restafval. Daarna komen de bladblazers. Hoewel we geen blad blazen, maar vel blazen. Ja. Zorgen we dat, als je aan de Waalkade denkt, alle terrasjes, zorgen we dat al het afval naar het midden wordt geblazen. Ja. Zodat de middelgrote veegmachines er mee overheen kunnen. Ja. Dan is dat schoon, maar daarna komen we nog met kleine veegmachines die echt heel minuscuul ook nog het werk kunnen doen, overal tussendoor kunnen. Okay. Dus dat zijn de treintjes. Maar waarom ruimen mensen dat niet zelf op? Je hebt toch met feestende mensen te maken. En uiteindelijk gaat dat plastic bekertje toch op de grond. Maar hebben jullie dan niet genoeg prullenbakken staan? We hebben kmidi-containers staan extra. We hebben de gebruikelijke prullenbakken hebben we staan. En we hebben knapzakhouders staan. Dat zijn die grote groene houders met van die grote zakken erin. En daar belandt heel veel afval in. Maar uiteraard zijn we erbij gebaat als iedereen nog meer daarin in stopt. Dus we zorgen op de aanlooproutes vanuit bijvoorbeeld het station. Zorgen we dat er richting centrum routes staan waar je je drankje in kan doen als die leeg is. En al je andere stoffen, afvalstoffen. Nou ben jij, dus als afdelingshoofd ben jij, waarschijnlijk heb jij een super drukke week. Ja, we hebben te maken met de arbeidstijdenwet. Ja. Vandaar ook de twee ploegenroosters. Ja. Dus de ene keer zorg ik dat ik 's ochtends ook aanwezig ben.
rij ik op mijn fiets door de stad en geef ik de teamleiders ook weer dingen die ik zie, geef ik door aan hen. En soms ben ik er einde van de middag. En met de intocht is dat voor ons echt wel de klapper op de vuurpijl. Ja, want hoe ziet jouw dag er dan uit? Dan begin ik wat later. En dan moet ik zorgen dat ik rond een uur of vier op de Sint-Anna sta. Mm-hmm. Bij de Schijningsweg. Daar verzamelen we allemaal. We hebben drie punten waar we verzamelen. Daar staan we met grote teams. En dan gaan we in dat treintje op het moment dat we het akkoord krijgen van de gemeente Nijmegen en de Stichting Vierdaagse Marsen. Ja. En de politie krijgen we dan akkoord wanneer we mogen starten met de route inzamelen. Dan gaan we eerst het grove vuil allemaal, zoveel mogelijk in de haakkraanwagens. En dan daarna gaan we weer met de treintjes, met de grote veegmachine, kleine veegmachine, gaan we de route richting Keizer Karelplein en zorgen dat om 8 uur alles weer, alles pik en span is. Het verkeer er weer doorheen kan, dat is in het kader van de veiligheid. En dan zorgen we ervoor dat alles weer in normale ritme komt. En dan werken we wel tot een uurtje of 9, want de wedren moet ook nog gedaan worden. Meet and greet moet helemaal schoon zijn. Ja. Dus ja, dan zijn we echt tot een uurtje of 9 bezig. En dan komen we allemaal hier en dan krijgen de medewerkers, want die doen het uiteindelijk, hè, buiten. Die zijn van 's ochtends vroeg tot in de middag en dan op die vrijdag ook nog tot 's avonds laat bezig. En dan krijgen ze hier een uitgebreide maaltijd om eigenlijk te vieren voor dat het weer voorbij is. Ja. We zijn in Wijchen, waar we op bezoek gaan bij Thijs. En Thijs gaat de Vierdaagse lopen op een wel heel bijzonder paar schoenen. Well, you can do anything, but take you over my blue suede shoe. Hallo. Hi. Hoi. Leuk dat we mogen komen. Ja, zeker. Zullen we naar binnen gaan? Ja, dat is goed. Kom. Thijs, we zitten hier bij jou op de bank. Jij bent een best wel ervaren Vierdaagse loper al, hè? Want het is niet de eerste keer dat je gaat lopen. Nee, het is zeker niet de eerste keer. Ik loop hem dit jaar voor de 6e keer. Ja. Ja, dit jaar is het ook extra speciaal dat ik de Vierdaagse loop. Mm-hmm. En omdat mijn opa is 13 april overleden. Ja. En dat was aan galstenen. Daaraan is hij eigenlijk heel snel eigenlijk aan overleden. Jouw opa was ook een hele fanatieke Vierdaagse loper, hè? Ja, dat klopt. Want die liep hem hiervoor, hoe vaak had hij hem gehad? Die heeft in totaal 13 keer gelopen. Dat is veel. Ja. En jij hebt de Vierdaagse dus ook een heel aantal keer gelopen. Hebben jullie wel eens samen gelopen? Nee, echt nog nooit. Vroeger, toen ik klein was, hebben we wel regelmatige wandelmarsen gedaan. Ja. Maar eigenlijk nooit echt samen gelopen. Oké, maar dit jaar gaat dat toch wel op een bijzondere manier gebeuren, hè? Ja, klopt. Want je gaat de Vierdaagse lopen op de schoenen. Ja, van mijn opa. Kun je ze even pakken? Ja, tuurlijk. En dan denk ik meteen, de Vierdaagse, dat is, als je dat gaat lopen, moet je daar goede schoenen voor hebben. Ja. Passen ze jou ook? Ja, die passen mij ook prima. Wat bijzonder. Ja. En dan draag je ook een shirt waar je opa op staat en waar jij op staat. Ja. En wat staat er voor tekst op? Lieve grandpa, I love you forever. Ja. En op die manier is hij dan toch een beetje bij. Ja. Wat goed, wat mooi. En dat doe ik dus ook op de laatste dag als ik de Vierdaagse loop. Ja. Heb ik dit shirt ook wel aan. Truus, jij bent de oma van Thijs. Ja. En jij bent ook echt een Vierdaagse mens, hè? Ja, geboren en getogen. Geboren en getogen in Nijmegen. In Nijmegen. En het was vroeger zo, net na de oorlog, had je heel veel wandelgroepen. En die logeerden altijd in scholen. En mijn ouders hadden een zuivelbedrijf. En mijn vader bracht dan in die scholen bij die wandelaars alles wat ze nodig hadden. En ik ging als klein meisje mee. En toen had ik al zoiets van, dat ga ik ook doen als ik groter ben. Dus, en toen was er nog een tussenakkefietje, een broer van me, die werd op een gegeven moment met een Vierdaagse, had hij zijn voeten niet goed verzorgd en heeft iets opgelopen waardoor hij bloedvergiftiging kreeg en werd op de ambulance thuisgebracht de tweede dag. En toen had mijn vader zoiets, hier doet dus niemand meer aan mee. Mm-hmm. Maar ja, toen ik eenmaal naar kantoor ging, had ik mijn vakantie in juli gepland en, en hij was wel heel trots, hoor. En dan vertelde jij mij net al, in het begin van de jaren 60, 1960 zelf, liep jij de Vierdaagse in Nijmegen. Ja. Daar kwam jij twee meiden tegen. Ja. Uit Israël. Ja. Spraken geen Nederlands, spraken geen Engels. Didi en Zwika. Ja. En toch? Ja, dat klopt. We hebben de gekste dingen gedaan en we voelden meteen van elkaar.
Dat het goed was. Dat was warm bed. Hoe gebeurt zoiets dan? Want je komt elkaar ergens tegen onderweg dan. Het is met handen en voeten praten. En toen ben ik daarna ook direct Hebreeuwse les gaan nemen. Ik heb 2 jaar Hebreeuwse les genomen. Oh, wat bijzonder. Het is helemaal niet zo moeilijk. Want iedereen, omdat het andere tekens zijn, denkt iedereen dat het moeilijk is. Maar je moet het alfabet leren. En je kan ook niet het leren spreken zonder dat je de letters kent. Mm-hmm. Maar het is absoluut, nou moet ik zeggen dat ik wel een beetje talenknobbel heb, maar het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Als je iets wilt, dan dat kan is het. Met alles. Willen is kunnen, hè? Ja, ja, ja. Het logo van de Vierdaagse. Kijk, dat is een heel mooi bruggetje terug naar de Vierdaagse. En nou is het dit jaar natuurlijk ook nog heel bijzonder, omdat Thijs natuurlijk niet meeloopt op de schoenen van zijn opa. Ja, klopt. Nee, ik ben heel toevallig. Jos was pas 2 of 3 dagen dood. En mm-hmm. toen zag ik, ik kwam in de kelder en toen zag ik die schoenen staan. En toen dacht ik meteen aan hem eigenlijk. Maar ik wist helemaal niet of ze dezelfde maat hadden. En toen heb ik Thijs gauw een berichtje gestuurd. En ik zeg, nou, ik neem ze mee. En toen zijn waren we s'avonds, gingen we bij zijn opa op bezoek in Dela. En toen heb ik hem de schoenen gegeven en ze pasten. Ik zeg, hartstikke fijn, die zijn voor jou. Hey Thijs, nou weet ik dat jij ook nog een uitdaging hebt, hè? Ja, ik heb zelf autisme. Mijn vorm is PDD-NOS. Mm-hmm. En er zit nog een verstandelijke beperking in, mm-hmm. en ook hechtingsproblematiek. En dat lopen zelf, is dat dan nog iets wat jou helpt om... Nou, ik meestal bij de lussen van de 10 kilometer... Dan heb ik wel eens een oortje in. Dat is eigenlijk om rustig te worden van binnen. En ja, dat helpt me prima. Ja, want ik kan me voorstellen dat al die drukte, dat ook best wel voor onrust kan zorgen. Nee, echt helemaal niet. Ik heb gezegd van autisme en Vierdaagse, dat gaat prima. Dat gaat prima samen. Ja. En dan ook nog op die schoenen van je opa. Ja. En als je het dan moeilijk hebt, heb je dan het idee dat die een beetje bij je is? Ja, eigenlijk wel. Dus hij trekt je er doorheen? Ja, dat komt helemaal goed. Geweldig, dankjewel. Ja, dat is graag gedaan. Tot zover de aanloop voor deze week. Wil je de reportages terugkijken? Ga dan naar youtube.com/rn7online.